Een emotioneel afscheid op de marinebasis in Den Helder. Het patrouilleschip de Groninger vertrekt naar de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied om daar kustwachttaken uit te voeren. Bemanningsleden blijven een half jaar weg van hun geliefden. Ja, we gaan een tijdje weg, maar dat is ook weer wennen voor mij, maar dat gaat uiteindelijk wel goed komen. De eerste keer is dat even spannend, maar daarna gaat het wel weer normaler worden. Oma is ook meegekomen? Oma is ook meegekomen, ja, dat vind ik super top. Mijn moeder en mijn tante en mijn vader. Zij wilden het zo graag en hebben er heel veel voor gedaan. Dus ja, ik gun het hem gewoon, dat vind ik gewoon enig. Hij straalt ook gewoon, ja. Hij straalt echt. Het is echt zijn droom en ja, zijn droom komt nu uit, dat hij mag varen bij de marine. Ik vond het eerst griezelig hoor. Ik denk, hé, maar Mina is zoveel maanden weg, maar nou ja. Ja, het is een beetje eng. Ik kan me dat wel voorstellen. Hij wil het graag, dus dat moet hij zelf weten. Daar heeft niks over te vertellen, weet je wel. Ja, dat is voor mij ook heel bijzonder. Ja, ik vind het ook superleuk. Want dan ga ik ook wat meemaken en wat leren. Ik ga vooral heel veel leren daar op die reis. En ook heel veel meemaken. Ook leuke dingen gaan we meemaken, dat zeker. En ik heb echt super veel zin in. 90 bemanningsleden verblijven steeds een half jaar op het patrouilleschip. Dat zelf 2 jaar in het Caribisch gebied verblijft. En dat is voor het eerst, zodat personeel makkelijk ingevlogen kan worden. Door een schip daar te laten en het programma helemaal vast te zetten, kunnen wij de bemanning eigenlijk 2 jaar van tevoren vertellen wanneer ze varen en wanneer ze niet varen. En dat maakt het natuurlijk heel erg prettig, vooral voor het thuisfront, om te weten wanneer de partner wel of niet thuis is. Voel je al een beetje spanning in je buik? Ik heb er zin in. Ja.